De ontwikkeling van zonnecentrale De Grift is in volle gang. De zonnecentrale, die wordt gerealiseerd aan de Stationsweg in Nijmegen-Noord, is een initiatief van Windpower Nijmegen. Net als het windmolenpark wordt ook de zonnecentrale een zogenaamd burgerinitiatief. Het is dus mogelijk om mede-eigenaar van de centrale te worden. Het is de bedoeling dat de stroom die door de zonnecentrale op De Grift wordt opgewekt, straks door één kabel naar het elektriciteitsnet gaat. Op die manier wordt het een stuk efficiënter gebruikt. Netbeheerder Liander heeft uitgezocht dat een veld met zo'n 29.000 zonnepanelen haalbaar moet zijn op De Grift. De H&M op de Molenstraat gaat dicht. De winkel is een van de drie vestigingen die het modemerk in het centrum van Nijmegen heeft. Er wordt geen specifieke reden gegeven. Volgens de H&M wordt het winkelbestand continu bijgewerkt. Op dit moment werken 10 mensen in de winkel. Zij zouden moeten solliciteren op hun eigen functie in een ander pand. Vakbond FNV is in gesprek met de directie van H&M, maar voorlopig levert dat nog niets op. De NS voert zondag de nieuwe dienstregeling voor 2018 in. Voor reizigers uit Nijmegen verandert er niet zoveel, al is er wel een aantal zaken om rekening mee te houden. Op zondag begint de rechtstreekse Intercity van Nijmegen naar Utrecht en Schiphol Airport 2 uur eerder met rijden en rijdt deze trein een uur langer door. De Intercity van Schiphol Airport naar Nijmegen start dan ook 2 uur eerder. De Intercity's van Schiphol Airport en Den Helder blijven vertrekken vanaf spoor 4A. Als je naar Amsterdam reist met de Intercity richting Schiphol Airport en je stapt over op Utrecht Centraal, dan duurt je reis vanaf 10 december 5 minuten langer. Tot slot de Sprinter van Nijmegen naar Zutphen. Die doet er een minuut langer over om van Lent naar Elst te komen. Het is maar even dat je het weet. Het is bijna het eind van de week en op vrijdag hebben we altijd weer een mooi nieuwscafé in de villa aan de Oranjesingel. En dit keer toch altijd weer, of ditmaal toch weer mooie gasten zoals Wilco van Schaik, de algemeen directeur van NEC. De man die is komen overwaaien, is komen overstappen van Utrecht naar Nijmegen, die deze club een nieuwe toekomst moet gaan bezorgen. En hij heeft veel werk te verrichten, want NEC wil misschien het stadion kopen. Het stadion moet vernieuwd worden. Je moet financiers vinden voor die koop en dat vernieuwen. En afgelopen week riep hij ook naar voor God, ik wil ook nog een vrouwenteam erbij hebben. En eerst moet hij ervoor zorgen dat NEC terug naar de eredivisie gaat. Want dat is de belangrijkste voorwaarde voor financiers om in te stappen. Wilco van Schaik vertelt vrijdagmiddag dus wat hij allemaal te doen heeft bij NEC. En een tweede gast is Margot Ribberink, weervrouw, jarenlang op televisie. Ze woont hier in Nijmegen-Noord en een weervrouw die zich veel zorgen maakt over de klimaatverandering. Die ook voor waarschuwt dat extreme weer komen, ook hier in de regio Nijmegen. Ze is ook betrokken bij Green Capital. En Margot Ribberink geeft haar visie op het Green Capital jaar. Maar vooral, waar moeten wij op letten als het gaat om die weerverandering? En wat kunnen we zelf als burgers ook doen om misschien iets tegen die klimaatverandering te doen? Zoals misschien beter isoleren, gasloos, van de kolenstook af enzovoort. En de derde gast is Deborah Heijnen van de praktijkschool De Wereldkoks. Die zitten in Dukenburg. Een fantastisch mooi initiatief waar tientallen migrantenvrouwen een opleiding gekregen hebben tot hulp in de keuken, tot echte kok in de keuken. Maar die toch een beetje in de gevarenzone zitten omdat het werkbedrijf iets minder geld wil gaan geven aan die wereldkoks. Jammer, want het is eigenlijk al 10 jaar een prachtinitiatief. En Deborah Heijnen komt dat vrijdag in het Nieuwscafé nog een keer uitleggen waarom wij wereldkoks moeten blijven steunen. Het Nieuwscafé is natuurlijk vrijdagmiddag om 5 uur. Inloop trouwens vanaf 4:30 in de villa en het duurt tot ongeveer 6:30. Altijd gezellig, koffie erbij, piltje erbij, wijntje erbij. Gewoon napraten over het nieuws in de stad Nijmegen.